Boeres belangstellenden, welkom bij de 2024 editie. Aan de 79 jaar boerenkolonisatie wat we traditioneel elk jaar vieren. We zijn wat later dan we zelf hadden verwacht. De techniek zet niet helemaal mee. Maar goed, we zijn er. Nogmaals, welkom. En ik neem even het programma met jullie door voor vanavond. Ja, zo beter. Ja, prima. Even namens het bestuur. Gerbrand van Brussel. Frank Veldhuizen. Sien van Ravenswaar. Paul Droog. En we hebben vanavond een gast hier bij ons. Erik Kastelein, schrijver van Oog in Oog. Met Paramaribo. Ik ga niet verklappen waar hij het over gaat hebben. Dan is het misschien het verhaal een beetje te kort. Maar dat volgt zo wel. Wat hebben wij dit jaar gedaan? Even de stappen doornemen. We hebben samen met de Stichting Suriname Kalender hebben we de Stichting Suriname Kalender heeft een mooie kalender uitgebracht. En wij hebben daar een aandeel aan mogen leveren. Heel mooi dat dat toevallig in de maand juni is gepubliceerd. Heel mooi stuk. Ik zou zeggen, voor degene die het niet heeft gezien, haal hem. Het is een heel mooie kalender en jullie steunen een heel mooi doel ermee. De stichting het Suriname Museum. Daar hebben we ook een intensieve samenwerking mee. In die zin van, we hebben gesprekken gevoerd met de stichting zelf. Het Suriname Museum moet in november worden geopend dit jaar. En er zal voor elke groep vanuit Suriname, maar dus wat ons betreft de boeren, een leuke hoek zijn om onze geschiedenis weer te geven. Niet helemaal onbelangrijk. Excuus voor het even haperen. Ik moest even mijn speakbriefje erbij halen. Boerentories 2. Dat is een doel van ons dat wij volgend jaar gerealiseerd gaan hebben. Het is niet alleen een voornemen. Er wordt keihard aan gewerkt om wat verhalen te bundelen. Verhalen van toen. Er worden heel veel interviews over afgenomen. Die worden straks gebundeld in een verhalenbundel. In navolging van Boerentories 1, die iedereen kent, wordt deel 2 volgend jaar uitgebracht. Daar heb ik straks nog wat meer over te vertellen. In de tussentijd is er ook heel veel door zowel ons, BKM, als Stichting Suriname Boeren aan archiefmateriaal gewerkt. In die zin van doorgeplozen naar wat wij eventueel meer uit de geschiedenis kunnen halen. Wat op onze geschiedenis van toepassing is. Er is heel veel digitaal gemaakt. Er zit ontzettend veel werk achter. Voornamelijk door Paul en Erik van de Stichting Suriname Boeren. Vergeet Sandra niet. En Sandra, excuus. In combinatie met de boerentories. Daar zit Sandra ook heel achter. Verder vanuit Suriname hebben wij een voortgangsoverzicht gekregen van de restauratie van het huis van dominee van de Brandhof. Hebben wij daar foto's van? Die komen zo meteen. Ja. In ieder geval, dat is ook een van de dingen die speelden. En uiteraard, we werken heel hard aan BKM 2025, die niet in deze vorm zal zijn. We hebben natuurlijk, zoals altijd, liefst iedereen bij elkaar, fysiek, face-to-face, het persoonlijk contact. Met natuurlijk dat feestelijk tintje eraan. De dansie, eten en drinken, zoals we dat gewoon waren in het verleden. De datum, Frank, is al bekend, dacht ik? We plannen over 21 juni. Dus schrijf die op in je agenda. Ja. De datum is 21 juni 2025. Via de website, via Facebook, maar ook via de e-mail houden jullie op de hoogte van de gang van zaken en natuurlijk ook de dagindeling. De Stichting BKM, ik heb net even de leden genoemd, die zijn bij jullie allemaal bekend. En iets aan de samenstelling nu, Steven is er nu formeel bij als secretaris. Dankjewel, Steven. Ja. Dat is wel even nodig ook, inderdaad. Maar goed, Facebook en website, onze bekende media, die worden ook veel geraadpleegd. En op Facebook vooral, de website is wat minder interactief wat dat betreft. Maar op Facebook zien we genoeg interacties tussen boeren en belangstellenden over verschillende onderwerpen, maar de onderwerpen die ons raken. En dat waren een beetje in een notendop de externe projecten waar we nu een beetje bij betrokken zijn.
Een van de dingen die wij ook willen doornemen is, nu niet vanavond, maar in de loop der tijd samen met jullie online van gedachten wisselen over hoe verder met de boerengeschiedenis. Wat wij meer kunnen doen in de zin van bij elkaar komen. Want wij geven informatie, wij pluizen heel veel uit. Maar soms missen we een beetje de interactie met het publiek. Niet in de zin van dat het een eenrichtingsverkeer is, dat absoluut niet. Maar even kijken, nadenken over hoe we dat persoonlijker kunnen maken, directer en interactiever. Daar hebben we later meer over. Zoals gezegd, de BKM 2025 vindt plaats, genoemde datum, in Soest weer. Centraal de locatie die we gewend zijn te gebruiken in het verleden, met vooral de danszaal. En even kijken. Excuus me, we hadden een speakbrief hier. Over de BKM 2025 kom ik later even terug, maar ik wil graag even doorgaan met de agenda zoals die nu op jullie scherm staat. Kan ik die volgende slide even? De stambomen. We hebben heel veel materiaal gekregen van jullie. Dank daarvoor. We weten dat er nog veel meer is. We are a work in progress. Paul is daar heel, heel druk mee bezig. Het aantal stambomen is behoorlijk uitgebreid. Paul, had je hier toegevoegd? Komende week hoop ik een update te kunnen geven van de stambomen. Komende week hoop ik een update te kunnen geven over de stambomen zelf. Hou onze media in de gaten. Dan, het fotoproject van... Wie ziet het? Ton, Groothaar. Ton, ik weet niet of jij ons kan volgen. Ton zit op dit moment in Suriname en is bezig met interviews all over the place. Gaat lekker zijn gang door Suriname heen en maakt prachtige foto's. We hebben van Ton begrepen dat hij steun heeft gekregen van het Fonds van Bijzondere Journalistieke Projecten. Dus dat op zich al is een erkenning voor het werk en de intentie van wat hij straks weer presenteerde. Niet alleen het fotoproject. De familieportretten, maar gewoon het verhaal op zich. Dus Ton, mooi gedaan. Chapeau hiermee en we kijken uit naar verder nieuws erover. Hier een mooie verrassing. In 1920, toen de 75-jarige herdenking plaatsvond, wat de boerenkolonisatie betreft, hebben de boers toen, alle families, die hebben een herdenkingsplanning gekregen van het Algemeen Nederlands Verbond. Dat is een groep die is opgericht om de cultuur en de taal van Nederland uit te dragen en te bevorderen. En de voorzitter van het leek wel een taskforce, groep Suriname, die heeft de boeren, elk de families, een herdenkingsplanning uitgereikt. We hebben foto's van die gezien in het Muntenmuseum ligt er een, als ik het goed zeg. Maar we hebben nooit eentje in het echt in onze buurt gaat. Zodat Ingrid Vermeer en Roland Smit ons benaderen van, we hebben een munt. Die is uitgegeven aan de Rosenbergtak. En die wilden zij graag aan ons schenken. Dus Ingrid en Roland namens het hele bestuur, maar namens ook alle boeren. Mooi gedaan. Onwijs bedankt. We zullen er heel goed voor zorgen en deze ook aan anderen laten zien. Laten zien, niet over in handen geven. We zullen er heel goed voor zorgen. En nogmaals, onwijs bedankt. We zijn hier heel erg gelukkig mee. Het is echt bijzonder om deze te hebben. Een stuk antiek, iets tastbaars van wat de geschiedenis van de boeren daar aanging. Het is een erkenning van de kolonisatiepoging, het harde werk, het doorzettingsvermogen van de boeren. En nogmaals, we zijn ontzettend blij dat we deze hebben. Dank jullie wel. Ja, twee dagen geleden. De lezing in het Nationaal Archief van Suriname. Stichting Boeroe, Stichting Srana Boeroe, heeft samen met het NAS, professor Dr. Van Dissel, bereid gevonden om de conclusies van het onderzoek naar de doodsoorzaak van de boeroes in persoon uit te leggen. Het was een fantastisch verhaal. En ik weet niet of u kijkt op dit moment, professor Van Dissel, maar bedankt voor het duidelijk verhaal, het uitleggen, het makkelijk kunnen opnemen van wat u allemaal vertelde, ook voor een leek.
En ja, de uitkomst, triest. We zijn blij dat er nu een conclusie is. Er is heel wat gespeculeerd in het verleden over waar de doodsoorzaak had kunnen zijn of was. Daar is nu een conclusie in. Het is triest dat wat u heeft geconcludeerd, wat het onderzoek heeft uitgewezen, dat de ellende de boeren bespaard had kunnen blijven. Maar goed, het is wat het is. Ik kan nu niet heel veel erover zeggen zonder misschien dingen te zeggen die niet helemaal oké zijn in deze setting. Nogmaals bedankt voor uw lezing en de conclusie. Misschien dat Stichting Sana Boeren daar even op terugkomt, mochten wij contact met ze kunnen leggen. En dan zoals ik kan melden, de renovatie van het woonhuis van dominee Van der Brandhof te Groningen. Stichting Sana Boeren is daar zeker in het begin heel erg betrokken bij geweest. En die houden ons nu regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. Heeft ons wat foto's gestuurd van de buitenkant, maar ook de binnenkant. Ik weet niet of we die nu kunnen laten zien. Mogelijk dat Stichting Sana Boeren, als die er zijn. Maar goed, wij zullen deze dan ook via onze media te zijner tijd publiekelijk maken. Ja. Hebben wij Stichting Sana Boeren toevallig? Ze zijn nog niet terug van Groningen, neem ik aan. We hebben nog geen contact met Stichting Sana Boeren. Wellicht dat het zo meteen volgt. Maar dan wil ik in de tussentijd, wil ik dan toch even vragen. Of Erik, zou jij kunnen beginnen met je verhaal? Erik is de schrijver van inderdaad Oog in Oog met Paramaribo, fantastisch boek over de monumenten daar. Hij zou ongetwijfeld, vertel ons. Ja, avond. Moeten we even kijken of... Ja, oké. Okay. Ja, goedenavond. Bedankt voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Ik ben Erik Astlijn. Ik ga het hebben nu over, of vanavond even kort, over de redding van de André Loor Bibliotheek. En dat heeft alles te maken met mijn boek. Ik ben de auteur van het boek Oog in Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. En dat gaat over bijzondere mensen en bijzondere gebeurtenissen die de afgelopen 200, 250 jaar gedenkteken hebben gekregen. En die verhalen, die geschiedenissen, in Suriname de Tories, die zijn allemaal aan het verdwijnen. Ik ben daarachter gekomen en ik heb op een gegeven moment 118 verhalen boven water gekregen. Die in de stad Paramaribo staan. Over het herinneringserfgoed. Nou, hier ziet u een aantal namen. Stoemf, Lutman Singh, Sonny Ma-Ayong. Nou, het zijn allemaal namen, denk ik, die mensen heel weinig zeggen. André Loor staat er natuurlijk ook tussen. En dat zeggen mensen wel heel veel. 11 thematische hoofdstukken. Om daar wat meer structuur in aan te brengen. En ik ben hier 4 jaar ongeveer mee bezig geweest. En ik leg dan zo meteen even uit wat je daar allemaal voor nodig hebt. Maar eerst kort, wat is nou dat herinneringserfgoed? Hè? Wat zijn nou die criteria voor het herinneringserfgoed? Wat heeft mij daarin getriggerd? Nou, het herinnert aan bijzondere personen of gebeurtenissen, dat mag duidelijk zijn. Ik heb er hier één genomen, Barnett Dion, hè, de agent-generaal voor de immigratie, die in de stad staat. Vroeger stond hij op het onafhankelijkheidsplein, maar is weggehaald en staat nu in de tuin van het Surinaams Museum, van het depot van het Surinaams Museum. 2- en 3-dimensionaal. Dit herkent iedereen denk ik wel op het kerkplein, hè, bij de hervormde kerk. Dat is van de Helstoner, de grote componist. Maar, en dat is wel, en daar wil ik nadruk op leggen, deze dame. En ik ben benieuwd, de reacties kunnen nu niet komen, maar ik ben benieuwd of mensen deze vrouw kennen, mevrouw Bos Visser. 1842-1931, die heeft de plaquette, die hangt nu in de centrumkerk van de hervormde gemeente. Zij was 11 jaar toen ze naar Suriname kwam en is de oprichter geweest van Huizen Annetta, Bedehuizen Annetta. En die heeft altijd veel boeroekinderen opgevangen in haar werk. Dat bedehuis Annetta,
Dat stond, moet ik zeggen, op de hoek van de Wanikastraat en de Gemene Landsweg. Tegenwoordig, als je daar langs rijdt, dan zie je dit. En dan moet je maar denken aan Bedehuis Anetta. Dat is hier op de Wanikastraat, hoek Gemene Landsweg. En dat was natuurlijk, in dat gebied hadden de boeroes heel veel land, hè, bij de Gemene Landsweg, de Quatta, bij Quatta, de Kassenbeholo, daartussen allemaal grote stukken land. Goed, twee- en driedimensionaal, initiatief door een groep comité. Nou, wat ik altijd wel prachtig heb gevonden is de volgende groep. Dat is de Melaatse van Majella. Die wilde dolgraag een buste van Hare Majesteit, en het is dan Wilhelmina, hebben. En dat hebben ze ook gekregen. En daar kom ik zo meteen even op terug. Op de sheets zien jullie af en toe nummers staan. Dus hier staat nummer 8 en nummer 17. Die corresponderen met de verhalen in het boek. Even kijken. Feestcultuurt. Dat bewaar ik tot het laatst. Dan kom ik op het materiaal. Kan van alles zijn. Nou, dit kent bijna niemand als monument, als herinneringserfgoed. En wat is het? Het is een boom. Oftewel de statuutboom. De mamaboom uit 1954. Suriname werd een gelijkwaardig rijksdeel. Oud kolonie, dus geen kolonie meer, maar nog geen zelfstandig land. En mocht het zelf het binnenlands bestuur organiseren en de financiën. Motors hadden bijna weggeschoten, volgens mij. Ja. Ja, ze mochten ook de financiën zelf regelen. Nou, dat is ook niet altijd even goed gegaan, geloof ik. Materiaal kan van alles zijn. En openbare ruimtes en locaties die niet vrij toegankelijk zijn. Nou, en daar heb je weer Majella. Dit is Wilhelmina op Majella. Nou, deze foto, alle foto's zijn van mezelf. Deze is niet van mezelf. Dit is een oude ansichtkaart die wel uit mijn eigen archief komt. En wat is er nou gebeurd met Wilhelmina? Uit 1909 is zij geplaatst. In 1964 is Majella opgegeven. Melaatsheid was bijna verdwenen uit Suriname. Maar het beeld is gelukkig bewaard gebleven. Alleen op een wat minder gelukkige plek staat hij tegenwoordig. Ook niet vrij toegankelijk, want hij staat op de eerste verdieping van het depot van het Surinaams Museum. Niet vrij toegankelijk en tussen verhuisdozen en stellingkasten en dergelijke. Nou, goed. Niet vrij toegankelijk, maar het is wel herinneringserfgoed. En ik heb me beperkt tot de stad Paramaribo. Het waren al 118 monumenten. Goed, en dan kom ik natuurlijk op het onderzoek. Ja, je hebt in Nederland en in Suriname heb ik veel onderzoek gedaan in archieven en in bibliotheken. Zoals het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Een prachtig archief, een schitterend gebouw waar je heel veel informatie kan vinden. Ik heb hier de informatie over het standbeeld van Wilhelmina uit 1923 gevonden. 60 tot 70 brieven tussen de kunstenaar Gerard Verlon en het organisatiecomité. Met een filijne ruzie over dit beeld. Echt, ik wist niet wat ik las. Het was volgens mij de eerste die brieven aan het lezen was. Echt prachtig. Dat beschrijf ik ook in het boek. Hier ziet u verder Universiteitsbibliotheek Leiden, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Delver Online, Nationaal Archief, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar goed, dat is niet alleen in Nederland, hè, Den Haag. Maar ook in Suriname. Als een belangrijk bron van informatie. Nou, Nationaal Archief Suriname. Dit gebouw kent u wel aan de Koppenamenstraat. Vlakbij de commissaris Wijtingweg. Op de rand van Paramaribo en Wanica. Uit 2010 dateert dit gebouw. Oplettende mensen nu. Die ook in de stad altijd rondrijden, weten welk beeld hier naast dit gebouw staat. Ja, ik zie hier allemaal knikken. En ik weet zeker dat de mensen thuis nu ook allemaal knikken. Ja, dat is André Loor. Ja, heel goed. Dat is André Loor. Veel archieven geraadpleegd. Nationaal Archief Suriname, Bibliotheek Anton de Kom Universiteit, Bibliotheek Surinaams Museum, Stichting Gebouwd Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En de bibliotheek van André Loor. Bij de Surinaamse Bank.
Natuurlijk. Nou, hier is dan André Loor. De boer is in Suriname sinds 1845. Nou, dit beeld is van zijn goede vriend. En wie was zijn goede vriend? En ze hebben nog iets gemeen met elkaar. Zijn goede vriend was Erwin de Vries. Heeft dit beeld gemaakt. En zij zijn een van de weinigen, alle twee, die bij leven een buste hebben gekregen. Een borstbeeld hebben gekregen. Erwin 4 maanden voor zijn dood. En André een jaar voor zijn dood. Alle twee. Nou, dit is de boerderij van de familie Loor uit 1896. Die heb ik uit het koloniaal verslag gehaald. En ik heb een keer in Suriname heb ik een stamboom papier ontdekt. En dat is, ik zal zo uitleggen waar dat uit kwam. En dat heb ik in een rommeldoos bij een antiek of een tweedehandszaakje op het Kerkplein gevonden. In Suriname. Nou, dit is de stamvader die naar Suriname is gegaan. Gerrit Jan Loor. Albertus Loor, een zoon van hem, is de vader van André Loor. En dit is hier André Loor. En waar komt dit nou uit? Weten de mensen dit? Ja. Ja, dit komt uit het boek, uit het prachtige boek van Verkade Cartier van Dissel. En die trof ik aan in een rommeldoos. En die is dus uit een boek gehaald, of uit dit boek gehaald. Nou, vandaar dat ik dat weet. Hier hebben we het net al over gehad natuurlijk. Hè? De speurtocht naar de oorzaak van de epidemie van Jaap van Dissel. Jaap van Dissel heeft trouwens nog iets gedaan met DNA in Suriname. Ik weet niet of de mensen dat weten. Maar ja, die heeft het lepra. Maar die heeft het skelet of een aantal delen van Perke Donders onderzocht. Om te kijken of daar een tweede wonder in vast te stellen is. Zodat hij heilig verklaard zou kunnen worden. Nou, dat is nog niet. Hij is nog niet heilig verklaard. Maar hij heeft wel ontdekt dat Perke Donders 30 jaar onder de melaatse heeft gewerkt. Maar nooit zelf besmet is geraakt met de melaatse. Nou, dit is het artikel, Scoort Rood, wat Jaap van Dissel heeft gedaan. En ja, ik zou iedereen wel oproepen om op de Facebook te gaan kijken naar deze uitzendingen. Die kan je zien. Het is echt een fascinerend verslag. Geen buiktyfus door salmonella, maar het is een dysenterie door de Shigellosa bacterie. De conclusie uit de archieven, hè? Dus niet uit wetenschappelijk onderzoek, maar uit de archieven gehaald. Wat heeft André Loor te maken met het hoekhuis in Paramaribo? Nou, in lezingen met de mensen, als je die aankijkt, dan is er altijd een leuke vraag van mij. Nou, wat heeft hij nou mee te maken? Nou, ik zal het antwoord nu maar gelijk geven. Hij heeft hier met het volgende te maken. Hier is de André Loor verteld boek gepresenteerd. En dit is een vrij groot succes geworden. Hij was binnen een paar maanden uitverkocht. Is in september 2013 is die verschenen. Was echt in een aantal weken, moet ik zeggen, was die uitverkocht. Tweede druk gemaakt. Groot succes. En dat heeft hij meegemaakt. Hij overleed in december 2013. 2 jaar daarvoor, 21 februari 2011, heeft de familie André Loor zijn bibliotheek verkocht. Overgedragen, verkocht aan de Surinaamse bank. En ik had natuurlijk voor dat onderzoek, had ik die boeken wilde ik graag inzien, hè, van die bibliotheek. Want ja, er zijn 13, 14, 1500, sommigen zeiden wel, nee, er zijn al 2000 titels had hij. Maar die wilde ik graag inzien. Nou, hier heb ik een foto van André met op de achtergrond Hilda Loor. Daar heb ik die foto van. Ik ken Hilda Loor goed. Ja, die ken ik goed. Sorry? Toever, directeur. Die heb ik niet thuis kunnen. Les gekregen van hem nog. Ja. Maar goed, die bibliotheek is overgedragen omdat de Surinaamse bank graag wilde dat die breed toegankelijk werd voor
studenten, geschiedenis, docenten, wetenschappers, dat ze in die bibliotheek konden raadplegen. Nou, dat wilde ik ook graag doen voor mijn boek. Want 108 jaar geschiedenissen. Nou, ik denk van, daar zit vast wel een aantal belangrijke boeken tussen die je kan raadplegen. Goed, dus dan ga je bellen met de Surinaamse Bank in 2017. Ja, ja, nee, meneer Kastelein, we hebben tijdelijk de boeken eventjes uit de ruimte gehaald waar ze in de boekenkasten stonden. Want we hadden de ruimte nodig voor onderwijs en voor trainingen en voor... Oké, nou, top, kan ik voorstellen. In 2018 heb ik ze weer gebeld. Kreeg ik weer het verhaal. In 2019 ben ik langs gegaan en toen kreeg ik weer een verhaal. Nou, uiteindelijk is het me gelukt in 2022, dus ongeveer 5 jaar na de eerste vraag, om binnen te komen bij de Surinaamse Bank. En ik weet zeker dat bij de volgende plaat, jullie begrijpen waarom ze wat huiverig waren om toestemming te geven. Wauw. Dit is de bibliotheek van André Loor. Opgeslagen, in dozen, niet toegankelijk. Kijk vooral naar de grond. Daar zie je tegeltjes. Daar stond een laagje water van 2-3 centimeter. Nee. En dan denkt iedereen van ja, dus hij zat opgeslagen in de kelder. Nee, was op de eerste verdieping, was een leiding gesprongen. En dat hadden ze niet door. Je ziet rechts bij de dozen zie je bruine uitslag. Dat waren lekkende airco's. Goed, dit zijn de dozen waar ze opgeslagen zijn. En zo zijn ze erin gepropt. Nou, en schrik niet bij dit, het volgende. Kijk, een kleine selectie van boeken die hij in zijn bezit had. En dat zijn bijzondere boeken. Van Hartzink, Marcus is niet te krijgen. Is echt een heel mooi boek. Van Siepenstein, nou, dat is nog wel te krijgen. Maar Van Praag is ook bijna niet te krijgen. Zijn echt hele bijzondere boeken. Ja, en dan ben ik, dan word ik vervelend. Nou, ik moet zeggen dat ik wel ontzettend veel medewerking heb gekregen van de Surinaamse Bank. Want die hadden wel het besef van ja, dit kan zo niet. Wij hadden een maatschappelijk idee. Hè, maatschappelijk wilden we iets doen voor studenten, voor de maatschappij. Maar ja, wij zijn daar niet op ingericht. Dat kost ons 2-3 mensen en dat kunnen wij gewoon niet. En dan kwamen ze wat laat tot inzicht. Maar goed, ik heb daar prachtige medewerking gehad van de facilitair manager. En de start van het project André Loor Bibliotheek is uit november 2022. En de Surinaamse Bank heeft mij toen gevraagd om een adviesnota te schrijven. Nou, en die adviesnota die heb ik geschreven. En dat de kern daarvan heeft te maken met de Nationale Database Suriname. Ik weet niet of mensen weten wat de Nationale Database Suriname is. Maar dat komt in zoverre. Dat is in zoverre. Suriname heeft geen nationale bibliotheek. Die ontbreekt. Die is er niet. En wat doet nou de Stichting Nationale Database Suriname? Die brengt eigenlijk al de bibliotheken die in Suriname aanwezig zijn bijeen. En die maakt daar door middel, die ontsluit al die bibliotheken door een programma te maken, door een database te maken. Zodat je wel weet, als je naar titels op zoek bent, hey, wacht even, die is te vinden in die bibliotheek. Oh, dat is in die bibliotheek te vinden. En deze bibliotheken zitten er allemaal in. Dat is de Algemene Onderwijsbibliotheek. Dat is een fantastische bibliotheek in een ongelooflijk gammel houtgebouw. Met stoeptegels als vloerbedekking. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb er een lezing mogen geven. Iedereen was enthousiast. Nou, Anton de Kom Universiteit, Nationale Assemblée, Nationaal Archief, nou, enzovoort, enzovoort. Hè. Heel veel bibliotheken. En welke bibliotheek niet? Welke bibliotheek wordt niet ontsloten? André Loor Bibliotheek, die ontbreekt weer. Nou goed, dus lang verhaal kort te maken. In 2022, november 2022 begonnen. En nou, de meeste kijkers weten wel
dat je in Suriname lange adem moet hebben. Dat je vooral geduld moet hebben. En als je dan in Suriname bent, moet je weer langs gaan. Uiteindelijk is de overdracht op 15 maart 2024 gebeurd. En dat is, en dan gaan we even terug weer naar de nationale database Suriname. Dat is een bestuur. En daar zitten 3, 4, 5 mensen in van verschillende clubs. Onder andere van de Anton de Kom Bibliotheek, maar ook van het Nationaal Archief. En dat bestuur heeft op een gegeven moment gezegd, wij vinden het beste, want dat wilde ik niet gaan doen. Hè. Ik wilde niet tegen de Surinaamse bank zeggen van je moet, of die bibliotheek zou het beste bij die inrichting. Nee, Suriname moet dat zelf bepalen, waar die het beste ondergebracht kan worden. Nou, en de Stichting Nationale Database Suriname heeft daarvoor de Universiteitsbibliotheek van Anton de Kom gekozen. En daar hebben we dan ongeveer 1,5 jaar in moeten werken, af en toe moeten sleuren om dat voor elkaar te krijgen. Nou, op 15 maart 2024, in januari 2024 was duidelijk dat het voor elkaar ging komen. En toen heb ik, omdat het zo lang duurde, heb ik gevraagd van, joh, mijn reis staat al gepland naar Suriname. En dat is in maart. En ik wil er zo graag bij zijn. Ja. Nou, toen hebben ze het even opgehouden. Dus dat was wel een mooie beloning. Ja, en wat in mijn advies stond, was eigenlijk boeken, bibliotheken worden meestal geschonken. Dat wilde de Surinaamse bank niet. Maar die hebben een 30 jaar bruikleenovereenkomst gemaakt. Dus een vrij dik papier uiteindelijk geworden. Met een optie van nog een keer 30 jaar. Ja, dus dat voor 60 jaar. En daar gaat de tijd overheen. Wij maken het niet meer mee. Maar dat is eigenlijk wel een schenking geworden. Eens even kijken. Dat is dan, zit je op 15 maart. 2024, en ik weet zeker bij de volgende foto herkennen jullie een aantal mensen. Zit je allemaal bij elkaar en is er een mooie feestelijke onthulling. En uiteraard Martin aanwezig. Ik heb wel in het hele project iedere keer vanaf november 2022 tot en met 15 maart 2024 altijd contact gehad met Hilda Loor en met Martin Loor. Om ze op de hoogte te houden. Van eerst überhaupt toestemming gevraagd. Of toestemming, maar joh, ik merk dat die bibliotheek in een verschrikkelijke omstandigheid zit. Nou, daar waren ze alle twee al. Ja, nee, moet je vooral doen, vooral doen, vooral doen. Goed, ja, en dan hier staat hij in een aparte ruimte. En let op, ook zelfs de kasten zijn meegekomen. Dus de Surinaamse bank heeft ook de stellingkasten geschonken. Ze hebben de luchtmachine hebben ze geschonken. Ze hebben goede airconditionings meegegeven. Dus ja, en nu staat het in een prachtige omgeving. Aparte ruimte. En in de database wordt het dan eind 2024 toegankelijk, is mij gezegd. Nou, ik denk dat uiteindelijk wel wordt eind 2025. Het wordt volgens de internationale normen wordt het allemaal beschreven. En ze zijn, de bibliotheek is straks in zijn geheel online eigenlijk op te vragen door .loo. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Dus dan kan je, als je zoekt sterretje .loo, dan krijg je eigenlijk zijn hele bibliotheek. Dit is nog een artikel in De Ware Tijd over, het ging mij aan het hart, over, ik werd getroffen, dit kan zo niet, ik heb die boeken nodig, ja, dat kan niet, oké. Ik wil wel kijken of we dat samen met mensen, met de Surinaamse bank bijvoorbeeld, kunnen redden. Nou, dat is dan ook gelukkig gebeurd. En ze hebben een mooi, André Loor collectie is nu onderdeel van de Universiteitsbibliotheek geworden. Wat ik nog wil, als dat mag, nog heel kort een verhaal van 5 minuten houden. Om een indruk te geven over het boek. Maar wat ook direct te maken heeft met de boeroes. Indirect te maken heeft met de boeroes. En dat is met de belangrijkste arts-wetenschapper die Suriname heeft voortgebracht. En dat is, ik weet niet of mensen hem herkennen, een groot man,
groot wetenschapper, heeft ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar tropische ziekten. En dat is niemand minder dan professor Paul Flu. 1884, 1945. Is een internationaal befaamd wetenschapper. Wordt in Suriname, het Medisch Wetenschappelijk Instituut, is naar hem vernoemd. En ja, als je naar het ACP gaat, dan kom je altijd terecht in de Flustraat. Goed, wie was hij nou? Heel kort, even. Hij was een, ja, het was een ongelooflijk intelligente man. Want als je een Surinamer in die tijd, hij was 21 jaar toen hij zijn artsenexamen deed in Utrecht. En daarvoor ook cum laude slaagde. Nou, ik was 21 jaar toen ik van de middelbare school afkwam. Tot groot verdriet van mijn vader. Maar goed, ja, dat was ik. En hij was al de 21ste uit Suriname in zijn eentje in Utrecht terechtgekomen. En werd daar arts. En op zijn 21ste werd hij dus de kranten genoemd. De enfant chéri der academiestad in Utrecht. 21 jaar. En waarom? Kijk, dit is zijn carrière. Hij is bacterioloog. Officier van gezondheid in Suriname. Grondlegger openbare gezondheidszorg. Grondlegger van de Surinaamse waterleiding. Omdat hij als een van de eerste zag, ja, vers water. Dat hebben we ook Jaap van Dissel gehoord. Hè? Zo ongelooflijk belangrijk. Directeur van het Tropisch Geneeskunde Instituut in Leiden. En de eerste en enige Surinamer als rector magnificus in Leiden geweest. Goed, vandaag de dag op de website van de Universiteit Leiden, de Surinamer Christian Paul Flu was een briljant tropenarts. En hij heeft vooral hier aan gewerkt, aan malaria, filaria, bilharzia. En de laatste spreek ik nooit uit. Als jullie het niet erg vinden, want dan breek ik mijn tong over. Hij was dus echt. Die hebben we niet gehad. Dit herkennen jullie allemaal waarschijnlijk, de mensen wel. Bij heel groot waren nog aan gewerkt. En dit werkt voor mij altijd prachtig. De watertoren is uit 1832. En toen kwam die watervoorziening op gang. Vooral voor de elite. Hè. En op de achtererf had je dan een openbare kraan die je kon hebben. Voor mij heeft het nog een andere betekenis, deze waterkraan. Want zeker voor de eerste of de watertoren, de eerste keren in Suriname, als je dan met de auto rondrijdt en je bent de weg kwijt, dan moet je een beetje omhoog kijken van waar is nou die watertoren? Oh ja, daar is die water. Dus dan weet je, oh, het is Willem Kraanplein, weet je, de Pengelstraat. Nou, dan was ik weer een beetje gered. Hij was maatschappelijk ook een heel belangrijk man. Want hij heeft ook wat te maken gehad met Wilhelmina. Kijk, dit is het onthulling van Wilhelmina op het Gouvernementsplein in 1923. Dit is uit mijn onderzoek in het Koninklijk Huisarchief heb ik deze foto gevonden. En ik heb deze brief gevonden van Paul Flu. Suriname wist dat Wilhelmina nooit naar Suriname zou komen. Maar ze wilde wel het beeld aan haar laten zien. Dus het beeld moest naar Nederland. Nou, dat hebben ze niet, het grote beeld, maar een replica beeld. En daar hebben ze dus aan Paul Flu onder andere gevraagd van zou u daar willen deelnemen aan die deputatie? Nou, dat heeft hij gedaan. Paul Flu getekend deze brief. Nou, natuurlijk doe ik dat. En dat heeft hij in 1924... met een aantal andere mensen, met z'n vieren, zijn ze op audiëntie geweest bij Wilhelmina in Den Haag. En hebben ze dat beeldje aangeboden. En het is dit beeld. Het is een exacte replica van het grote beeld in Paramaribo. En dit is in de onderzoekskamer in het Koninklijk Huisarchief hadden ze voor mij tevoorschijn gehaald. Ze hebben wel ongeveer 4 weken erover gedaan, want ze waren hem kwijt. Maar goed, het is niet alleen Suriname is hem kwijt, maar ze waren hem echt kwijt. En ze hebben hem uiteindelijk echt op zolder teruggevonden. Goed, en dit is dan het bewijs. Professor Paul Flu is hier een van de mensen. Twee andere belangrijke Surinamers, Benjamins en Coutinho. Paul Flu heeft ook een ontzettend donkere kant, daar ben ik bijna klaar meegemaakt, in de oorlog. Hij is hoogleraar geworden in de oorlogstijd. Hè. In die tijd was je, 1938, 1939, was hij rector magnificus en daar werd je 1 jaar.
Nou, daarna was hij weer was die hoogleraar geworden. Maar hij legt uit protest tegen de nazi's zijn functie neer. Hij wordt geïntegreerd in kamp Sint-Michiel Gestel en in kamp Vught in 1944. En kamp Vught heeft alles te maken met het volgende, met de simultanemoorden. En wat zijn nou de simultanemoorden? Dat is het volgende, de Duitsers, dat is een code van de Duitsers. Als er een Duitser of een NSB'er wordt doodgeschoten, dan is er een vergelding. Dan worden er onmiddellijk in grote steden worden 50 mensen die op lijsten staan, die iets te maken hebben met verzet, die worden opgepakt. En dan worden er altijd 3 standrechtelijk geëxecuteerd. Dat is een code van de Duitsers, de simultanemoorden. Het heeft tussen 1943 en 1944 heeft dat gespeeld. Nou, en wat was er nou met de familie Flu aan de hand? Dit is moord met voorbedachte raden. En het is de zoon van Paul Flu. Er is een moordaanslag geweest in Leiden. Er zijn 50 mensen opgepakt, waaronder de zoon van professor Paul Flu, Hans Flu. Hij was huisarts. Hij had praktijk op dat moment. Hij is uit zijn praktijk gehaald en is in een auto gezet. Hij moest meekomen en is door deze 2 mensen, de Duitser J.F. Hofman en de NSB'er Jansen, tussen Leiden en Moersgeest uit de auto, op de vlucht, in zijn achterhoofd, doodgeschoten. Jansen is opgehangen na de oorlog. En Hofman die heeft, heeft een jaar of 6, 7 heeft hij gezeten. Laten wij die schandaal nooit vergeten. Nou, de zoon van Hans Flu, Peter Flu, was in die tijd 2 jaar. Is gynaecoloog geworden in Rotterdam. En heeft zijn leven lang geprobeerd te achterhalen wat er nou gebeurd is. En heeft hij een vrij dik document wat ik van weer de zoon van Peter Flu heb gekregen. Hans Flu, ook arts, gekregen. En zijn leven lang heeft hij daarover gedaan. Ja, dit is Hans Flu. Met het gezin een half jaar voordat hij standrechtelijk wordt vermoord. En dan gaan we eventjes terug naar het academisch ziekenhuis Paramaribo. Dit is Hans Flu, die briljante tropenarts, die wetenschapper. En wat zie je hier nou niet aan? Ja, je ziet in ieder geval wel dat je niet mag fotograferen. Nou, hoe kom ik aan die foto? Ik heb toestemming gevraagd, uiteraard. Maar wat zie je hier nou niet? Je ziet hier namelijk niet wie het is. Er hangt helemaal niks. De meest briljante wetenschapper die Suriname heeft voortgebracht. In zijn tijd internationaal befaamd. Nou, hij was rector magnificus in 1938-1939. Nou, en wat doe je dan? Dan ga je de Universiteit Leiden ga je bellen. En dan ga je met de rector magnificus gaan praten. De heer Stolker. En vroeg van, meneer Stolker, is het nou niet een idee om een plaquette te maken, te laten maken en aan het ACP te schenken? Nou, hij hoefde daar geen seconde over na te denken. En hij zei van, ja, natuurlijk gaan we dat doen. Dat is prima. Nou, hij had er 1 seconde over nodig. Het ACP heeft er een halfjaartje over gedaan om het te accepteren. Nou, uiteindelijk is het dan geaccepteerd. Kwam corona tussen. Dat was jammer. Maar uiteindelijk is het dan in 2022 hebben we die plaquette laten maken. Het is een wat grotere plaquette geworden dan de mensen voor ogen hadden. Want er moesten toch wel de belangrijke functies komen op te staan. Nou, en dat zie je hier. 32 kilo. In Suriname gemaakt door NV Graniet. Echt fantastisch bedrijf. Nou, is 32 kilo. Ik mocht het zelf komen ophalen. Helaas. Dit is feestelijk onthuld. Op 6 oktober 2022. Met nu terecht. Niemand kan meer onder me heen. Ik ben in afgelopen maart ben ik geweest in Suriname. En ik heb natuurlijk onmiddellijk de controle gedaan of die er nog wel hing, de plaquette. En ja hoor, hij hing er nog.
En je mag nu foto's maken, zie je. Sorry? Nu mag je wel foto's maken. Ja, en nu, ja, dit is met dank aan de Universiteit Leiden. Weet je, niet meer naamloos. Zo'n grote wetenschapper, zoveel betekent voor Suriname. Helaas niet voor de boeroes, maar wel voor heel veel andere Surinamers. Ja, dit is dan op de ambassade hier bij de tweede druk van het boek. Wel even voor de mensen nog, tweede druk is bijna uitverkocht. Gaat allemaal heel snel, gelukkig. En er zijn nog wat exemplaren te bestellen bij de uitgevers Ampersand. Nou, ik hoop dat dit een kleine indruk, misschien een wat langere indruk is. Maar vooral de bibliotheek van André Loor is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. En daar ben ik wel heel blij mee dat hij gered is. Ongeveer, en dat is wel belangrijk misschien als nabrander nog, is 10% van de boeken hebben ze nu beschouwd als beschadigd door water. Dus er wordt nu nog naar gekeken of die 10% afgeschreven moet worden. Of dat het toch nog gered kan worden. Ja. Dus zo erg was het. Dus 10% zat al in de slechte omstandigheden. Goed. En betekenen die 10% als straks wordt gezegd van daar kunnen we niet heel veel mee. Dat wordt vernietigd, weggegooid. Is dat gewoon absoluut verloren? Nou ja, dat moet de eigenaar besluiten. En dat is de Surinaamse Bank. Die gaat natuurlijk in overleg met de universiteitsbibliotheek. Maar als het zo slecht is, dan moet je dat vernietigen. Want boekherstel is ontzettend duur. Als het echt een aantal belangrijke boeken zijn die zeldzaam zijn, dan wordt het natuurlijk nog wel gered. Dat is wel de kosten voor de DSB. Dat staat wel in de belangrijke overeenkomst, want die zijn eigenaar. En die beslissen dan uiteindelijk erover. Dat kan je niet aan de universiteit laten. Ja. Ik heb nog één vraagje over de André Loor Bibliotheek. Je zei dat die te zijner tijd digitaal te raadplegen zal zijn. Betekent dat een lijst voor de werken digitaal gemaakt, gedigitaliseerd of... Ja, zitten in een grote database. Hè. Die zitten in een grote database. En in die database, als je naar de nationale database Suriname gaat, naar die website, dan zie je een functie zoeken. Ja, en als je dan straks, als die database of als die andere Loor bibliotheek daarin staat, dan kan je in dat vakje kan je sterretje tot LOO doen. En dan krijg je alle, als het goed is, krijg je alle boeken die in de bibliotheek zitten. Ja, wat ik, mijn vraag is misschien een beetje ongelukkig. De werken zelf, de boeken zelf, die worden niet gedigitaliseerd. Die zullen niet. Nee, vooralsnog niet. Er worden nu wel boeken bij de bibliotheek gedigitaliseerd. En ik denk dat de universiteitsbibliotheek zelf gaat kijken welke zeldzame boeken zitten in deze bibliotheek. En kunnen we digitaliseren? Want ze hebben apparatuur, hebben ze uit Nederland gekregen om te kunnen digitaliseren. Dus dat is wel een belangrijk ding. Maar wat natuurlijk wel heel leuk is, dat die bibliotheek een aparte kamer heeft. Die moet natuurlijk wel toestemming krijgen om... Maar dan kan je ook gewoon die boeken raadplegen. Dan kan je gewoon kijken en dan vragen of je ze even mag lenen. Ze worden niet uitgeleend, maar wel even mag inzien. Nee, blij. Meer vragen? Uit het publiek, in de huiskamer. Ja, jullie kunnen ook, het is misschien niet een live reactie terug, maar jullie kunnen via de chat een vraag stellen, zo jullie die hebben. En we proberen die zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus ook aan Erik of aan Eva ons. Hebben jullie een vraag? Stel die gerust. We proberen die binnen de tijd te beantwoorden. Ja, de mensen kunnen ook, ik heb een Facebookpagina, Oog in Oog met Paramaribo. En daar kunnen ze ook vragen stellen of reacties geven of enzovoort. Helemaal goed. Erik, voor deze lezing super bedankt. Erg interessant. En niet alleen bedankt voor je lezing, maar gewoon alle tijd en moeite die je hebt gestoken in het, mag ik zeggen, veiligstellen van de André Loor Bibliotheek. Want inderdaad, het was wel erg om te zien hoe die werken eraan toe waren. Nogmaals, dankjewel. En we hebben je graag nog een keer bij ons. Ja, want ik heb nog 117 andere verhalen te vertellen. Kijk, 117. En dat zijn nog spannende verhalen. Ja, spannender. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En dan, we hebben natuurlijk heel wat archiefmateriaal gezien, gekregen, bezig te digitaliseren. En daar komen hele mooie stukken, heel interessante stukken, maar soms ook hele, ontluisterende stukken naar voren.
Daar gaat Paul even wat over vertellen. Paul? Hi. We zijn natuurlijk al een hele tijd aan het zoeken naar interessante stukken in archieven, delven met kranten. Bijna alle Surinaamse kranten zitten erin, ook tijdschriften en dergelijke. En sinds kort hebben we ook info gekregen van zoek ook eens in de kranten in Nederland. Want daar staat zeker in de eerste jaren van die kolonisatie vrij veel berichten staan daarin. En ik wil er voor vandaag eigenlijk twee krantenberichtjes even uitlichten. En het eerste is een berichtje in het dagblad van Schavenhagen, gedateerd 26 september 1845. De kolonisatie was nog maar net aan de gang. En ik denk dat het stuk uit die krant geschreven is door baron Bartholomeus Sloet tot Oldhuis. Die was de vertegenwoordiger van de kolonisatie in Nederland. Hij zat aan het gerecht in Zwolle. En heeft van hieruit een hele hoop proberen te doen om de kolonisatie te laten slagen. Hij is achter houthandel gegaan om Surinaams hout te gaan verkopen en dergelijke. Hij zat wat dat betreft door meneer Van der Brandhof goed achter de broek. Maar in dit geval, in september 1845, toen druppelde al behoorlijk wat berichten dat het niet zo goed ging met die kolonisatie. En van de baron Sloet tot Oldhuis, die besluit dan maar tot een soort damage control. Hij schrijft dat het bij de aankomst natuurlijk, ja, het was verdrietelijk omdat ze niet gelijk doorgevoerd werden naar Groningen, een voorzorg. Maar het was natuurlijk wel hartstikke mooi. Prachtige tropische natuur en dat zorgde voor goede moed. En toen ze verder ook gingen langs de rivier, die plantages, mooie witte huizen en dergelijke. Nou, lijkt een beetje op de hemel waar ze naartoe kwamen. En die andere mensen die op die plantages woonden, die kolonisten, die waren ook hartstikke gastvrij. Die vingen hen op en die verleenden allerlei diensten. Er was alleen een probleem toen ze op voorzorg aankwamen. Toen zagen ze dus geen mooie witte huizen, maar wat donker palissade, ja, gebouwtjes. Toen waren ze toch behoorlijk aangeslagen. Maar goed, de kolonisten gingen aan land. En ze gingen die huisjes dus bekijken. En oh, wat waren ze blij. Drie kamers, ruime vertrekken. En de vloer was met schulpen bevloerd. Wat wij nu natuurlijk wel weten is dat dat huisje met die drie kamers, dat was wel voor twee gezinnen. Een slaapkamer per gezin en een voorruimte. En die voorruimte die was dan mooi beschulpt. Maar ja, als je daar twee keer per dag water op krijgt, is dat niet echt lekker. Op een van die schepen kwamen ook runderen aan. Hoewel zeer ingedund. Nou weet ik niet of dat het aantal betreft of de omvang van de beesten. Maar die werden tot groot genoegen bij loting verdeeld. Oh, wat waren ze blij met die dieren. En het vruchtbaar zou het wel zijn. Het is alleen een beetje ongelukkig met die regen dat het zo glibberig is daar. Maar het ziet er goed uit. We worden goed geholpen. Het gaat allemaal goed. Nog een puntje. Ja, de mensen die hadden ook last van de landziekte. Dat is een ziekte die krijgen al die Europeanen die naar de tropen gaan. Die krijgen allemaal die ziekte. En ja, helaas, sommigen gaan er ook aan dood. Zoals dominee Copijn. Die was eerste slachtoffer daarvan. Maar van het totaal aantal kolonisten zijn er maar 29 zijn er bezweken. Dus ja, waar praat je eigenlijk over? En bovendien, een Europese epidemie, die zijn oneindig veel erger. Dus eigenlijk hebben ze wel, het gaat goed, het gaat heel goed. En dan heb je nog een Van der Brandhof, die functioneerde perfect. Hij was een voorbeeld van moed en bemoediging. Dus met hem aan boord, dan gaat het echt wel goed komen. Juist. En tot slot gaat het artikel dan zeggen van, ja meneer de pers, redacteuren, je moet natuurlijk niet onnodig mensen ongerust maken. Al die mensen die achterblijven, ja, die moeten natuurlijk niet door de dingen het slechts voor te stellen, dat die allemaal zorgen gaan maken. Je moet alleen maar de waarheid vertellen. Dat is voldoende. Eenvoudige waarheid. Damage control heet zoiets. Ja.
Fake news. Dit is in september, eind september. Dus de berichten die hij zelf had gekregen, die stemmen ook van een maand eerder. Medio augustus of zo, de laatste berichten die per boot binnenkwamen. Dus ja, en het ook dominee Betting heeft een stuk geschreven, die ook zei van, ja, dat de mensen doodgaan als ze naar de tropen gaan. Er is nog een geval van vier Fransen die aankwamen in Suriname en daarvan zijn er ondertussen al drie overleden. Dus ja, goed. Valt allemaal wel reuze mee. Damage control. Dan een ander berichtje. Van het Algemeen Handelsblad. En die vertelt fraai natuurlijk dat de aankomst te Groningen. Dat een maand nadat predikant Betting is afgereisd, zijn de eerste 50 huisgezinnen van de nieuwe volksplanting aangekomen. Hij vond wel dat het vertrek wat te vroeg was, want die huizen die waren nog niet helemaal klaar. Dat betekende ook dat toen die mensen aankwamen bij Braamspunt, er was geen loods om de boot gelijk door te sturen naar voorzorg. Dan hebben ze de mensen maar naar Paramaribo gebracht en te Paramaribo gehuisvest. Nee. Volgens mij klopt er iets niet. Nee. Want die zijn nooit op Paramaribo geweest. Het was juist helemaal niet mogelijk. Dus ik kijk nog eens een keer naar de datum op die krant. Dinsdag 30 april 1844. Dat is een jaar te vroeg. Ja. Dus. Die klopt. Niet. Ja. Fake news. Ja. Ook toen al. Ja, ja. Maar het is een geprojecteerde stad Columbia. Dus dat Groningen zo... Ja, te Groningen heb je iets ten... Columbia daar. Ja, Columbia, daar zou een hele stad gaan komen. Er zijn plannen voor geweest. Laat mijn misgunst. Om dat te doen. Dat is ook voor een deel ontgonnen. We hebben ook een aantal mensen hebben daar gewoond. Maar het is helemaal niks geworden. Ook niks van geworden. Nee. Dus het twee stukjes uit kranten. We hebben pas geleden van iemand een hele lijst gekregen. Die over de kolonisatie alle kranten heeft nageplozen. En die met links in een document gezet. En dat document gaan we komende week denk ik ook op de site zetten. En daarin staan honderden krantenartikeltjes die met een druk op de knop zijn op te roepen uit Delven. Dus dat is denk ik om dingen na te zoeken prima ingang met de kanttekening erbij. Niet alles wat er staat geschreven hoeft waar te zijn. Duidelijk. Dat teken ik dit krantartikel ook, of tenminste doe je bizar eigenlijk, hè? Maar was het, heel bizar. Heel bizar. Deze is ook ergens uit die lijst. Erik Rijswijk had hem nog gevonden en die stuurde me van. Oude spelling of zo? Huh? Dinsdag of wat is een bovenaan staat dinsdag 30 april. Ja, het was vroeger werd het ook zo genoemd. Ja. Oké, behalve dit soort krantenberichten zijn we ook krantenberichten die te maken hebben met wat boeroegeschiedenissen wat dichter bij onze tijd. We zijn bezig met ooms en tantes te interviewen in de 80, 90 jaar. En vragen hun om een tori te vertellen aan ons. Daar zijn we nu druk mee bezig om die in een toekomstig boek neer te zetten. Een opvolging van het boerentorisch verhaal uit 2015. Volgend jaar juni moet het afgerond zijn. Druk. Op tenminste uitkomen. En we denken erover om een herdruk te maken van dit boek. En om te kijken hoeveel we nou moeten laten drukken. Willen we graag intekenlijsten openen. De boeken zullen zo tussen de 20 en de 30 euro moeten gaan kosten. Hangt een beetje van af hoe groot de oplaag is. Als de oplaag heel groot is, dan kan het de prijs misschien onder de 20 euro zakken. Maar dan hopen we een hele hoop mailtjes te ontvangen van mensen die er wel interesse in hebben. Ja.
En in dat tweede deel boerentorisch gaan zowel torisch van ooms en tantes staan. We gaan ook wat berichtjes uit het archief van de Brandhof halen. Er staan, ook, zijn ook een hele hoop verhalen uit te halen. En we hopen wat andere verhalen er ook nog bij te krijgen. Dus graag een mailtje naar de stichting om een voorintekening te doen. Dat kunnen wij bepalen wat wij moeten doen. Ja, mooi. Dank je, Paul. Zo, vooral die laatste, de laatste krantartikel. Het is één wat de boeren daar hebben meegemaakt. Het is iets anders zoals men die betrokken was bij, als in de leiding, de architecten, de begeleiders van die poging, hoe die ermee omgingen. Dat, erg. Ander woord kan ik er even niet voor vinden. Een hele mooie groepsfoto van 2017. We kijken uit naar de nieuwe foto 2025 en hopen dan, gaan ervan uit, werken we aan, dat de groep, dat de fotograaf wat verder naar achter moet gaan staan om iedereen op de foto te krijgen. Dus opgeven hoeft nu nog niet, maar zet de datum wel al in jullie agenda. 20 juni? 21 juni. Te Soest, wederom dezelfde faciliteit. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de vorderingen. Er gaan zaken richting die BKM 2025. Maar het wordt een grote en wie er niet bij is, zal de dag daarop wel de verhalen horen. En wellicht een spijt hebben van het niet zijn gepogen. Dus daar gaan we vanuit natuurlijk. Dus even een beetje dat steken. Hebben wij vragen van de kijkers binnengekregen, heel toevallig? Ja. Wordt nog gemeld op Facebook. Dat je moet intekenen voor de boeken. Dat is een heel goede vraag. Jazeker, wij zullen ook op via de website en ook via Facebook een melding maken van de optie om in te tekenen op de boeken deel 1 en of 2. En hopen dat natuurlijk het aantal het rechtvaardig om een zo groot mogelijke oplage te laten drukken. Met name van deel 1. Want daarvoor hebben we al eerder de animo gepeild. Ik moet zeggen, misschien dat we dat wat extra aandacht hadden moeten geven. De animo was rechtvaardigde nog niet een herdruk van deel 1. Maar kijken naar een druk 1 en mogelijk in combinatie met 2 volgend jaar, wie weet. Maar we zullen daar een melding van maken en we zien graag de aanmeldingen komen. Goede vraag, dankjewel daarvoor. Waar was dat? Maar natuurlijk, mochten jullie op een later moment vragen hebben over deze uitzending, maar ook over de stichting, het werk of whatever comes to mind, stel die gerust. We proberen zo snel mogelijk antwoord te geven. Dus laat maar komen. Dan denk ik dat we deze dag gaan afsluiten en blij met de bijdrage van Erik. Helaas, we hebben nog geen contact kunnen leggen met Stichting Zelenaar Boeren, maar met alle begrip, die hebben zelf een hele drukke dag te Groningen. Dus een verslag van hoe hun dag is geweest, de kranslegging, mogelijk speeches, toespraken, die zal op een later tijdstip op Facebook worden gezet en of op onze website. Hebben we hier wij zelf nog vragen of iets aan te geven, toe te voegen? Nee. Dan dank ik jullie voor jullie aanwezigheid en ook als medebestuurslid bedankt voor jullie inzet voor in het afgelopen jaar. Kijken met vertrouwen uit naar het volgend jaar en wat er allemaal gaat gebeuren. Delen dat zo snel mogelijk met jullie. En tot die tijd wil ik dan even zeggen, tamboen, tot de volgende keer. Oké, tot de volgende keer. Bedankt. Dank je, Rick. Doei.